Maandag speelde de uitwedstrijd bij SVM in Marignesse en er werd na twee nederlagen op rij weer gewonnen met 0-1 dankzij een doelpunt van Hendrik Evert in de 85e minuut. Ja, Danny van der Sleen, helemaal een lelijke overwinning zou ik niet willen noemen, maar het is wel een hele fijne. Ja, het is wel lekker als je een keer op het laatste moment een keer wint. We krijgen elke keer in het begin, de eerste 10 minuten, krijgen goals om te horen. En dat hebben wij nu gelukkig niet gehad, de organisatie stond goed en ik denk terecht de overwinning. De organisatie stond goed, er was natuurlijk ook het nodige gewijzigd. Hè? Twee spitsen voorin, Jano Heert, Guido de Kaat, Hendrik Evers er net achter. Zekerheidjes inbouwen? Ja, iets meer controle. We speelden vorig jaar en het jaar daarvoor natuurlijk heel aanvallend, eigenlijk 4-2-4. Nu iets meer controle, ja, stapje omhoog. Ja, en in die omschakeling heb je toch iets meer mannetjes achter de bal staan dan dus. Ja, je zegt een stapje omhoog. Het heeft natuurlijk ook wel te maken met de laatste weken natuurlijk, waarin het wat minder ging. Ja, ook. We zaten in een negatieve flow. En ik hoop dat dit helpt om ons daaruit te trekken. En we moeten nu gewoon de komende 4 wedstrijden gewoon sowieso winnen. Hoe gaat dat nou, Danny, dan de afgelopen weken? Steek je aan de koppen bij elkaar en ook om over dit soort dingen te spreken, de speelwijze? Ja, we hebben wel gepraat met elkaar natuurlijk van wat gaat er fout, wat gaat er goed en wat kunnen we anders doen. We hebben vorige week een quizje georganiseerd om even weer de kopjes dezelfde kant en even weer de teambuilding bouwen. En dat was druk, dat was gezellig en ik denk dat we op die manier ons uit het dal proberen te helpen. Ja, eerlijk is eerlijk. 3 weken geleden heb ik genoemd toen het niet goed ging. Vandaag ook de sfeer in het veld was weer zoals het hoort. Zo hoort het, ja. Dus ik hoop dat je nu een positief en goed verslag schrijft. Nee, alle gekken op een stokje. Maar ja, het was soms wel terecht. Maar we moeten vooruit kijken, niet meer achteruit, denk ik. Nou, kijken we even naar die wedstrijd. Inderdaad, heel degelijk. Gingen jullie ook wel met de gedachte erin van doel 1 is gewoon geen doelpunt tegen krijgen? Nee, wij willen gewoon winnen. De komende wedstrijd moet gewoon gewonnen worden. En ik heb geen minuut in de wedstrijd gedacht van dit wordt geen overwinning. We voelden dat de kansen er laag. Ja, eerst zelf was min of meer een beetje in evenwicht. Jullie hadden wel misschien een klein beetje de betere kansen. Ja, Lorenzo, Guido van 5 meter. Nou, dat zijn toch 2 opgelegde kansen. Janno schiet nog een keer tegen de rug aan. Ja, dat zijn toch wel kansjes die er normaal in gaan. En we bouwen verder. En wat mij opviel was wel, soms werd die bal gewoon even een keer over de zijlijn geroeid. Plus waar het nodig was, even een pittige overtreding van jou in de eerste helft? Ja, dat moest, anders ging hij erdoor en ik ben niet de snelste. Dus ik denk van ik vang hem wel op en ik incasseer die gele kaart wel. Dus, ja, niet zoiets van, als dit maar geen rood is? Nou, ik liep weg en ik kende de scheidsrechter, voelde ik een beetje aan, ik kende hem ook een beetje. Dus ik had niet verwacht dat hij rood zou trekken. Als je de scheidsrechter noemt. Dit seizoen in die derde klasse hebben jullie absoluut geen klaar, hè? Want perfecte scheidsredders. Klopt helemaal. Ik vond dit een van de betere trouwens. En, niet omdat in dat ene moment. Nee. Maar vorig jaar had je gewoon sommigen die konden het gewoon nog niet belopen het veld. En dit, dit voetbal wel iets prettiger. Ja, dan naar die tweede helft die uiteindelijk dus goed afloopt. Dan verwacht je misschien wel een jonge ploeg als SVM dat die conditioneel wat beter is. Maar dat viel tegen, want jullie hadden eigenlijk de hele tweede helft onder controle. Ja, dat klopt. En wij zijn wel wat ouder, maar ik denk dat de laatste wedstrijd dat je ziet dat wij de tweede helft altijd, bijna altijd de betere ploeg zijn. En dat we dan de meeste druk vooruit geven. En dan, ze zetten ons elke keer onder druk, maar dat houdt de tegenstander nooit vol een hele wedstrijd. Dus wij slaan altijd de tweede helft toe. En het blijkt. En mooi dat Ruben Rommel-Leeuwen een hoofdrol had bij dat doelpunt. Want het blijkt me weer eens van zo'n brede selectie bewijst nu zijn waarde. Ja, Ruben die is op vakantie geweest en hij is nu weer terug. Nou, Guido was ook een hele goede actie natuurlijk. Die draait 3 man het bos in. En Ruben die geeft hem perfect voor op Hendrik. En dit is prachtig. Dus echt geen buitenspel, terwijl dat moment ervoor, hè, want toen werd er een doelpunt afgekeurd vanwege het buitenspel. Daar hadden jullie duidelijke twijfels over. Ja, ik dacht zeker dat het geen buitenspel was. Maar ja, dat hou je met clubgrensrechters, dat zou bij ons ook. Maar heb je dan wel het gevoel van een optelsommetje van die tweede keer, die laat hij dan gewoon doorgaan? Ja, dat zal wel meespelen inderdaad in het hoofd van de scheidsrechter, dus ja. Nou, lekker. Inmiddels 12 punten. Eind op weg. Want we hebben het elke keer over die trein die doordendert. Maar eerst maar eens even een stabiele derde klasse worden. Ja, we moeten gewoon realistisch zijn. En kijk, als je stiekem wel in een goede flow komt, dan mag je het hopen. Maar laten we eerst van week tot week bekijken. Verder geen illusies hebben dat we omhoog gaan. Gewoon eerst lekker de team worden weer en genieten weer van het spelletje.